Je hoort het ook, de Hengeloze Centrum Ondernemers die willen dat komende zaterdag alle winkels en horecazaken weer open kunnen. En om die oproep kracht bij te zetten zijn ze gisteren zelfs een petitie begonnen. Aan de telefoon is de Hengeloze Centrum Manager, zeg maar de belangenbehartiger van die winkeliers. Dat is Rob Berkhout. Rob, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Even dat laatste nieuws, hè? Het schijnt dat dus vanaf zaterdag winkelen weer op afspraak mag. Hoe reageert Hengelo, de winkeliers in Hengelo, hoe reageren die daarop? Ja, nou, weet je, er mag in ieder geval iets en daar zijn ze wel blij mee, maar dat is lang niet genoeg. De ondernemers die vinden zichzelf en ik ook verantwoordelijk genoeg om hun winkel gewoon open te kunnen gooien. Ze hebben voor de lockdown hebben ze ook duidelijk laten zien, en dat heeft met de meeste ondernemers van Nederland ook te maken. De ondernemers zijn verantwoordelijk genoeg om alles in goede hand te houden. Dus mm-hmm. Ze willen gewoon helemaal open en niet voor de helft. En ze zijn verdrietig dat de horeca nog niet open mag. Want weet je, het een versterkt het ander. Het is een groot team. Zo moet je een winkelcentrum zien. Of een stad zien of een dorp. Iedereen werkt met elkaar samen. En als de horeca dicht is, dan mis je gewoon een been om op te lopen. Ja. Is het andersom, dan mis je het andere been. Dus, ja. Zijn ze van plan om daar dan nog de barricade voor op te gaan? Want ze hebben nu een petitie gestart voor de winkeliers. Ja, de petitie voor alle ondernemers in Hengelo, inclusief horeca. Ja. Dat team, dat geluid zit ook daarin. Ja, het is inmiddels, wat is het, de derde lockdown of zo. Is het ook dat het elke keer een beetje zwaarder wordt, merk je dat? Want ja, we hebben het vaak over financieel, maar hoe zit dat mentaal eigenlijk bij die winkeliers? Ja, financieel hebben de meeste mensen de bodem wel bereikt, al een tijdje. Maar dat werkt mentaal natuurlijk ook mee. Ik bedoel, hoe zeg je thuis tegen je kinderen dat er gewoon helemaal niks meer kan? Ze hebben een uitje hier, een uitje daar. Ze kunnen er niet aan meedoen. Er moeten nieuwe kleren gekocht worden. Ondernemers die zijn aan het einde van hun latijn. Ze worden daar... je krijgt korte lontjes. En weet je, het gaat gewoon compleet de verkeerde kant op als de winkels dicht blijven. De ondernemers die zijn niet voor niks een ondernemer geworden. Ze willen graag ondernemen. Dat is belangrijk en dat moeten we ze ook vooral laten doen. Ja. Die petitie die is opgestart, die wordt gedragen door de ruim 600 ondernemers en vastgoedeigenaren in Hengelo. Is inmiddels al meer dan 2000 keer ondertekend. En ook wethouder Gerard Gerrits die steunt jullie volmondig, heeft hij gezegd. Maar uiteindelijk is toch de vraag, wat schiet je nou op met zo'n petitie? Wat wil je er nou mee? Ja, dat zoveel mogelijk mensen zien dat we er druk mee bezig zijn. En we hopen daarmee druk op de burgemeester en het college te leggen van... Jongens, onderneem actie naar Den Haag. Laat weten dat wij het er niet mee eens zijn. Dat we er massaal achter staan. En dat gebeurt ook. De burgemeester die zit volgens mij de hele dag al in vergadering... om voor elkaar te krijgen met de veiligheidsregio... dat we massaal beslissen van... nou, jongens, we gaan ervoor. We mogen toch open. Ja. Toch ook weer, toch ook anders dan anders lijkt het. Hè? Want eerder was het een beetje van de gedachte... Nou, het OMT of het kabinet gaat toch anders besluiten. En het lijkt u toch onder druk dat ook van lokale besturen... in één keer besluiten om mee te doen in deze oproep. Dat zagen we eerder toch niet echt. Ja, maar er werd achter de schermen zo ontzettend veel gelobbyd op dat gebied. Als je kijkt naar onze partner zeg maar in retail... dat is een landelijke belangenvereniging voor de retail... Die is al echt al zo ontzettend lang... bezig om het onderste uit de kant te halen voor de retail... en dan weer helemaal tijdens de lockdown. Mm-hmm. Ja, dat zie je niet zo 1, 2, 3 in de pers voorbij komen... of in de sociale media, maar er wordt echt hard aan gewerkt dan. Echt al heel lang. Vanaf dag 1 lockdown in ieder geval. Ja. Stel nou even, hè, ik wil de sfeer niet verpesten... maar stel nou dat die geluiden die we hebben gehoord... toch weer anders worden en het wordt zaterdag toch iets minder... Nou ja, rooskleurig als voorgesteld, je mag toch niet open. Zijn er ook winkeliers die zeggen, we gaan hoe dan ook, whatever, gewoon, we gaan gewoon open zaterdag? Nou, niet echt. Er zijn winkeliers die hebben het wel goed gehad. En ik heb een paar geluiden gehoord van, nou, wij gaan wel open, maar die kunnen zich die bekeuring ook gewoon voorlopen. Mm-hmm. Maar de mensen die dat niet kunnen, en dat zijn, dan praat je over 95%, die kunnen zich die bekeuring niet voorlopen. Dus die... We zullen eieren voor een geld kiezen, denk ik, ben ik bang. Ja. Ja, maar goed, de bekeuring krijg je alleen als er gehandhaafd wordt. En we hadden het net over de wethouder, we hadden het over de burgemeester. Ja, die zullen toch ook een soort van half oogje dichtknijpen, toch? Ja, dat is aan hun, daar hebben we nog geen uitsluitsel over. Oké, dus dat wordt nog niet helemaal aangedurfd in Hengelo wat dat betreft? Nou, daarover zijn ze in gesprek, hoe te acteren. En ik heb het vermoeden dat ze de persconferentie van morgen afwachten... En daarna acteren. En dat horen we dan snel genoeg. Kunnen mensen de petitie nog ergens tekenen?
Ja hoor, hij staat op internet en delen is vermenigvuldigen, zeg ik altijd. Dus teken hem en deel hem. En hoe meer mensen hem tekenen, hoe beter. Heeft hij een naam? Heb je dat zo ergens bij de hand? Hoe kunnen we hem vinden? Ja, Petitie Hengelo volgens mij heet hij. Ik heb hem zo niet bij de hand. Nee, nou ja, Petitie, nee. Winkel, Horeca, Hengelo, zoiets. Zoek het even op Google en teken het als je erachter staat. Rob Berkhout, dank voor de toelichting en succes met de strijd ook al daar.